Oké, goedenavond. Ik ben dus een onkel van Debbie. Ik ga voor jullie een aantal heel eenvoudige en vooral voedzame gerechtjes maken. En de eerste is een soep van zoete aardappel. Zoete aardappel op zich is een zoete groente. En we combineren dat altijd met andere groenten. Bijvoorbeeld venkel is een heel goede groente, omdat dat anijssmaak heeft. Het is heel fris van smaak. En dat tempert wel de overzoete smaak van zoete aardappel. We hebben nodig 100 gram zoete aardappel, 100 gram wortelen, een 80 gram shallotjes Dat maakt op zich niet zoveel uit, want dat is een van de vrije groenten. en onze venkelknol. Venkel, dat is dan ook weer een groene groente, dus daar mogen we ook gerust wat meer van gebruiken. Als je die anijssmaak dat je graag hebt, dan doe er maar wat meer. Het is belangrijk om te zoeken van wil ik een soep die wat meer naar de venkel smaakt of wil ik een soep die wat meer naar de zoete kant gaan. Dat is eigenlijk creatief omgaan met uw ingrediënten. Voor de afwerking hebben we wat verse koriander en cottage cheese. Die cottage cheese, daar moet je heel weinig van gebruiken, maar het is best dat je in deze pakt. Dat zijn eigenlijk gewoon een beetje vetten, een beetje eiwitten. De hoeveelheid die wij gaan gebruiken is verwaarloosbaar. Dus, oké. Nu, stap 1 altijd uw groenten schillen. Dat is al belangrijk, dus we schillen die wortels eerst. Dat is belangrijk, maar als je weinig tijd hebt, zoals ik eet altijd mijn zoete aardappel met schil en al. Dat is een voorkeur, dat kies je zelf, hè, wat je daarmee doet. Nu, voor een soep is dat altijd wel smakelijker dat je dat schilt, gewoon omdat dat anders die krijgen er wat bruinachtige dingen in je soep en dat is niet zo aangenaam, maar het is niet veel en als je een goede dunschiller hebt, is dat vrij snel gedaan. Dus altijd eerst de groenten schillen, opruimen en dan pas beginnen snijden. Eigenlijk is deze een soep voor een 2-3 porties. Zelfs met die hoeveelheid, Ja. we zullen zien wat dat volume is, maar in principe hebben we het zo afgewogen. De 100 gram, de 100 gram en dan de rest dat je op een dag rust die hele portie. Dus dat je Dat kan zegt van, eventueel ook, ja. ik wil voor mijn lunch die soep en ik wil dan nog als een startertje bij mijn avondeten of ik kan sporten en ik wil nadien toch nog iets eten s'avonds. Ook een heel voedzame soep om nadien nog te eten, hè. Dus je kunt gerust je porties verdelen over een dag en dan toch heel je soep opeten. Dat is ook een heel goede soep. Als je een drang hebt naar zoet, is dat eigenlijk een gezonde vervanger. Omwille van zijn zoete smaak. Je kunt dat rap, jongen. Nu, van de venkel gebruiken we eigenlijk de knol. Een tip voor mensen die graag thee drinken. De bovenkant hou ik bij en daar maak ik venkel thee van. Dus dat kon ik hier ook zijn om die aan te vallen. Snijd hem in twee. Vinkeltee. Venkeltee. Schiet ze zowaar het gegeten. Dan is het altijd een heel is dat goeie. ook niet na een kater? Dat heb ik ook al eens gehoord, precies. Dat weet ik niet, wat ik drink. Nee, dat weet ik niet. Voilà. Dat zijn onze groenten. Nu ga ik even hier opzij leggen. Eerst die schillen in de vuilbak steken. Oké, dus dat zijn de ingrediënten. En zelfs gaan we verder met het bereiden. Filmen. Nu, de bereiding. Heel eenvoudig. We gaan al onze groenten fijn snijden. Dus onze wortel snijden we in. Dus ik snij die wortel altijd in vier. Hoe minder lang dat je soep moet koken, hoe meer vitamine dat er in je groenten blijven zitten. Altijd opletten voor je vingers natuurlijk.
Ah, dat zijn onze wortelen. Dat is 100 gram wortelen. Vinkel. Deze is een grote vinkelknol. Je zult altijd zien van dat je in de winkel ook verschillen hebt. Vooral als je gaat naar biogroenten, zijn die iets kleiner, wat ook normaal is. En dan moet je een beetje zien van, ga ik er twee winkels in doen of hou ik het bij één? Dat is eigenlijk een beetje, dus dat is eigenlijk een vrij grote hoeveelheid, maar dat krijg je kwaad. Dus dan heb je hier wel een soep die dat iets frisser is. Onze zoet en aardappel. Die kun je in principe in grote stukken snijden, omdat je veel minder die is rapper gaat. Voilà. Ik denk dat de worteltje is wat langs de nodige, ja. Klopt dat? Dus nog een shallotje. Beetje snijden. Eigenlijk als je een soep gaat mixen, hoeft er dat niet heel fijn in heel kleine stukjes, dan hoeft hem ook daar niet zoveel uit. Voilà, nu zijn er twee opties. Ofwel doen we van deze cooking spray in de pot en sorteren we even de uitjes wat aan, of de shallotjes wat aan. Ofwel doen we alles in een pot, doen we er water bij en gebruiken we geen vet. Dat is eigenlijk de keuze aan u en wat je afspreekt met Debbie, wat kan en ik kan. Allebei kan het, dus het maakt eigenlijk niet uit. Dus we gaan nu even de beetje van die cooking spray erin doen. En het vuur opzetten, dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, en dat is een beetje onze zak, dat vuur. Ah, het is deze. Oké. Okay. Volle bak? Ja, we gaan dat even goed aanzetten, dat dat wat kan aanfruiten. Als je groenten aanfruit, zit er altijd nog een betere smaak in dan wanneer je ze alleen kookt. Hè. Ja. Dus we fruiten die groenten aan, we doen er water bij en we laten dat koken. Veel mensen die kappen daar direct een hoop bouillon bij. Het probleem vind ik dikwijls is dat je soep te zout wordt. Als je bouillon meekookt, die bouillon wordt te zout. Ik gebruik... Go! Ik gebruik zelden bouillon. Ik probeer eigenlijk met de groenten... Inductie. Met de groenten te werken die dat erin zitten en met verse kruiden. Ja, dus dat is een heel goede tip. Hoe je soep toch eigenlijk wel heel smakelijk kunt maken zonder dat je blokjes en weet ik wat allemaal moet gebruiken. Dat is echt niet nodig. Want elke bouillon is bewerkt en ik zeg altijd aan mensen van probeer zoveel mogelijk niet geraffineerde producten te eten. Puur groenten, puur kruiden en niet zozeer te werken met bouillonblokjes en allerhande dingen. Dus dat hier... is dat je je groenten aanfruit. Dus je vuur goed opzetten en dan gewoon groenten erin, een beetje cooking spray erin. Je hebt gezien waar je echt niet veel van gebruikt en je ziet direct van volume dat je wel hebt in je pot. Dus. Ja, dus je gaat dan nu even geglaceerd dat we dat wat blikt, dat heel goed aanstoot. Hoeveel minuten, hoe lang ongeveer? Oh, ik stoof dan 15 minuutjes en dan doe ik ieder water bij. Nog een typisch, pakt kokend water. Dus ik heb al water opgezet in de snelkoker, dat gaan we er nu bij doen zelfs. Dan hoeft dat ook weer minder lang te koken, want hoe langer dat je groente kookt, hoe minder vitamine uit erin blijven. Ja, het zijn allemaal tips, ook naar je voedingswaarde toe, is dat wel heel belangrijk. Cool. Oké, dus die groenten die zitten nu ongeveer 3-4 minuten in je pot, niet langer. En nu gaan we er kokend water. Het is altijd belangrijk is dat je bij je pot bij blijft staan, dat je niet gaat lopen, want dan zitten dan branden je groenten misschien al, zeker bij gas of inductie. Dus je hoort dat gewoon aan pruttelen. Nu doen we er het water bij.
ongeveer dat die groenten onder staan. Niet meer, niet minder. Als je te veel doet, dan krijg je een vrij dunne soep. Zeg je van, ja, ik lust graag dunne soep, dan pak je maar meer water, maar je kunt best dan achteraf eventueel nog een klein beetje bijvoegen. Voilà, nu moet dat een 20-tal minuten koken. En dan ga je echt wel voelen bij de groenten, ga altijd voelen bij de hardste groenten, dus bij je wortels. Als je wortels klaar zijn, dan is de rest ook klaar. Je kunt gewoon voelen na 5 minuten, dan denk je, die zoete aardappel is klaar, maar je wortels nog niet. En als je dat gaat mixen, dan krijg je eigenlijk een pappeke en geen smeuïge soep. Dus we laten dat nu gewoon rustig een 20-tal minuutjes koken en dan zien we verder. Oké. Okay. Yes. Okay. Voilà. Hier zijn we terug. We gaan eens even zien. Ik zie dat heeft al goed gekookt. Je ziet ook dat vocht heeft heel veel van de smaakstoffen ingenomen. En er zit geen bouillon in. En toch is dat troebel. Hè? We gaan altijd wel even checken. We gaan niet zomaar op de wilde boef de mixer erin zetten. Pak je gewoon een wortel eruit. Leg dat op je plank. En als je erdoor kunt, voilà. Je kunt ook altijd eens proeven. En de wortel, mannen, want dat had het langste. Ja, nu, dus dat is een zoete aardappel, maar je ziet, dat is al, dat is platter, hè? Dat is eigenlijk al. Dat is al zeker gaar. En die ajuin is ook wel wat, dus uiteindelijk kunnen we nu gewoon mixen. Ja, dus eventueel, je ziet, wat je ook kunt doen nu, want we hebben nu nog niks van extra kruiden hier aan. Peper, een beetje zout, of je graag wat straffer maakt, dan doe er wat pili-pili in, weet ik veel. Whatever dat je graag lust eigenlijk. Hè. Dus kruiden, dat is echt volledig aan u. Je hebt geen bouillonblokjes nodig. Nee. Je gebruikt gewoon de kruiden die je zou gebruiken voor anders je eten te krijgen. Hè. Yes, alright. We gaan er even terug uit. Hè. Nu, je kunt zeggen van oké, ik stop nu met mixen en dan heb je eigenlijk een soep met nog een aantal stukjes in zitten. Ja, dat is ook wel smakelijk. Als je zegt van ja, ik heb graag een volledig smeugen, dan mix je nog wat harder. Ook daar moeten we wat creatief mee. Oké, hier gaan we terug. Hè. Dus deze is ongeveer de dikte van de soep nu. Je ziet, sommigen hebben dat graag en er hebben liever wat dunner. Als je ze te dik vindt, dan doe er gewoon weer wat water bij als je het mixen bent. Dat kan je geen kwaad er doen met wat je zelf vult. Goed. En dan kunnen we dresseren. Maar je ziet dat dat echt wel een hele hoop is. Hè? 100 gram zoete aardappel en 100 gram wortel. Nu, afwerking. Ja. We gaan afwerken met cottage cheese. Maar een heel klein beetje. Nu, wat is een heel klein beetje? We gaan dat afwegen. We moeten voorkomen dat uw soep de smaak van cottage cheese gaat krijgen. Dus eigenlijk om dat nog wat smeuiger te maken. Dus we gaan een beetje mengen hier. Hetgeen dat we in één bordje gaan doen is eigenlijk zo'n koffielepel. Wat overeenkomt met een goede 10-11 gram. Dus dat is echt de moeite. Dat is de moeite niet. Yes. Dan wat verse koriander. Je kunt die blaadjes eraf doen. Je kunt dat ook wat snijden. Ik ga dat een klein beetje snijden. Want het is niet alleen de smaak, maar het oog dat ook wel wat wilt. Even, nou. Koriander smaakt heel fel uit. Ja, dus niet overdrijven. Je moet lusten, maar het geeft zeker een dus meer. Een lepeltje soep. Alright. Voilà. Dan doen we daar onze cottage cheese in het midden. Precies room, hè? Ja. En wat koriander rond. Voilà. Zie die staan, ja. Smakelijk eten. Tadaa! Maar ik zal nog eens goed in het bord komen. Dus, deze is ja, de soep, hè. Goed. Go. Nou, wat verse koriander. Je kunt die blaadjes eraf doen. Je kunt dat ook wat snijden. Ik kan dat een klein beetje snijden. Het is niet alleen de smaak, maar het oog dat ook wel wat wilt. Koriander smaakt heel fel. Ja, dus niet overdrijven. Je moet lusten, maar het geeft zeker een dus meerwaarde. Een lepeltje soep. Alright. Voilà. Dan doen we er onze cottage cheese in het midden. Precies room, hè? Ja. En wat koriander.
Voilà. Zie die staan, ja. Smakelijk eten. Tadaa! Ik zal het nog eens goed in bord komen. Dus, deze is de soep, hè.